gesprek met Stefan Engels. Ja. Stefan, je houdt een organiserende drive-in. Wie is dat ontstongen? Een jaar of 5-6 geleden. Toen is de meeting in Melk gestopt. In de omgeving was eigenlijk niks meer voor Amerikanen te doen. Niks meer voor Amerikaanse auto's? Ja. En zodoende hebben we toen besloten van nou, dan pakken we een oventreffen. Waardoor dat we toch de mensen de mogelijkheid bieden om toch gewoon gezellig bij elkaar te komen. Ik begreep net uit een vuurgesprek dat ze straks in Melk hadden voor een advocaat vergunning nodig. Ja. Wieso dat precies? Ja, in Melk, dat was echt een meeting, gewoon van 's morgens tot 's avonds. Er werden de straten afgesloten, er stonden de auto's allemaal. Ja, en live muziek en het ganse dorp stond er eigenlijk op zijn kop. En dat is met een drive-in, daar hebben we dat niet met. En toen heb je dat hier in Remunje georganiseerd. Ja. Wie gaat die toch vandaag lopen? Even kijken, vanaf Remunje. Kom van via Masniel naar Melk toe, naar Herkenbos, naar Vloderop, Sint-Odiliënberg, via Linn naar Maasbracht. Dan gaan we vanochtend naar Torren, Wessum en voor het eindigen uiteindelijk in Horn. En zijn het allemaal eigenaars van wagens hier in de buurt? Misschien die ook een Duits kind tegen? Nee, het hoeft niet per se dat ze uit de buurt komen. We hebben interesse gehad uit de buurt van Amsterdam. Dus iedereen kan gewoon komen wat ook maar gaat van een Amerikaanse auto. En dat is een beetje goed weer, voor wie voor auto's hebben ze dan? Als we een beetje goed weer hebben, dan verwachten we toch wel 50-60 auto's. Ja. Nou, wens je tegen een fijne avond, zo'n toch? Ja. En geen ongelukken. Nee, dat is al goed. Goed zo, dankjewel. Met de boogte hoeven.